Dela schap zo'n 100 banen. De Eindhovense uitvaartmaatschappij moet flink bezuinigen. En dat gaat ten koste van veel flexibele arbeidsplaatsen. Mensen in vaste dienst worden pas ontslagen als het echt niet anders kan. De afgelopen jaren zijn er vele investeringen gedaan. Zoals een nieuwe digitale klantencentrum en de uitbreiding van de crematoria en uitvaartcentra. Maar de verwachte groei van de omzet is nooit gekomen. Om niet over een paar jaar flink in de problemen te komen wil Dela nu al de zeilen bijzetten.